In stadion De Koel in Venlo vond afgelopen weekend de grote finale plaats van de vierde editie van Stream League Venlo-Venray. Voor de Venrayse voetbalster Myrthe Moraes betekende het evenement een primeur. Ja, ik ben samen met Kieke van Es, zijn we eigenlijk een bedrijf opgestart in voetbalclinics geven. Dat idee is eigenlijk ontstaan dat wij natuurlijk vanuit onze eigen voetbalcarrière verschillende keren worden gevraagd voor clinics of trainingen te geven. Ja, en eigenlijk zo een beetje door een dolletje en een grapje is het eigenlijk een beetje ontstaan om toch iets voor onszelf te gaan beginnen. En vandaag is de eerste keer dat wij vanuit ons bedrijf mogen starten, dus een primeurtje hier. Bedrijven en verenigingen kunnen Moraes en Van Es inhuren voor het verzorgen van een training of een clinic. De doelgroep is breed. Jong en oud, meisjes en jongens. Ja, er wordt eigenlijk een op maat programma gemaakt waar zij behoefte aan hebben. En dan zorgen wij dat er een leuke dag wordt gemaakt. Vandaag is het één afwerkvorm, maar omdat hier nog een verder programma is. Maar ja, verenigingen kunnen bij ons van alles terecht. Als we bijvoorbeeld beter willen verdedigen of beter willen aanvallen, dan maken wij daar eigenlijk een op maat training of clinic van. Of een clinic waar verschillende onderdelen in terugkomen. Dus eigenlijk van alles. Het is niet toevallig dat Moraes en Van Es samen de nieuwe voetbalschool zijn begonnen. Ze zijn vriendinnen en speelden afgelopen seizoen beide bij FC Twente. Myrthe kijkt tevreden terug op het afgelopen seizoen. Ik was natuurlijk wel naartoe gekomen voor de prijs spelen en dat is helaas op het einde niet gelukt. Dus dat is wel een teleurstelling. Maar als je kijkt over het seizoen en het team en ontwikkeling wat we hebben gemaakt, dan mogen we daar wel met trots op terugkijken. Ik ben echt heel erg blij dat ik die stap afgelopen seizoen heb gemaakt. Nu heb ik echt een heel seizoen als centrale verdedigster gespeeld. Vorig jaar bij PSV werd ik daar op de helft van het seizoen neergezet. En nu echt een heel seizoen. Dus heb ik er heel veel kunnen leren en weer stappen kunnen maken. De wegen van Moraes en Van Es scheiden zich aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Kieke gaat naar Ajax en Myrthe blijft bij FC Twente. Kampioen Ajax lijkt op het eerste oog nu de titelfavoriet. Ajax heeft zich versterkt. Wij hebben ook weer een nieuwe en andere selectie gekregen. Dus het zal weer uit gaan maken in de competitie wie uiteindelijk de beste zal zijn. De 23-jarige voetbalster uit Venray heeft haar eigen dromen. Zoals een vaste basisplaats in het grote Oranje. Ja, dat is natuurlijk wel mijn doel uiteindelijk. Aankomend jaar ben ik klaar met mijn studie. Dus er komt een hele hoop tijd ook vrij. En dat wil ik echt optimaal gaan benutten om ook dingen op te gaan pakken met extra trainingen. Dat is ook besproken met de club. En ja, op die manier wil ik hopelijk de aansluiting gaan maken vast richting Nederlands elftal. En in navolging van diverse internationals longt ook het buitenland. Ja, dat is uiteindelijk ook nog een droom voor mij. Zoals ik al zei, mijn studies ben ik bijna aan het afronden. Dus dan kan die stap ook gemaakt worden. En voor nu heb ik nog een jaartje bijgetekend bij Twente. En wie weet wellicht het seizoen daarna. Een voorkeur? Engeland en Duitsland zijn nu natuurlijk al competities die in het vrouwenvoetbal sterk zijn. Dus daar gaat mijn voorkeur qua landen naar uit en qua teams heb ik niet echt per se. En natuurlijk wel richting een beetje de bovenste. Maar ja, dat gewoon in buitenland voetballen, dat is fulltime bezig zijn. Dat hoop ik te kunnen doen, ja. Nee, ik had ook maar even verjaardag. 1, 2, boom! Ja, precies! 1, 2. Ja.